Mark, goed je weer op het veld te zien. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het heel goed. Ik ben alweer een tijdje terug eigenlijk. Ik ben eind augustus geopereerd. Kleine ingreep. En daarna ben ik eigenlijk vrij snel weer teruggekomen. Hard voor gewerkt. En intussen alweer wat oefenwedstrijdjes erop zitten. Maar nu voor het eerst weer minuten in de Eredivisie. Daar snakte ik wel naar, eerlijk gezegd. Want je hebt natuurlijk al vaak op de bank gezeten. En je hoopt natuurlijk dan in te vallen. Nou ja, vandaag was dan het moment. Dus daar ben ik blij mee. En hoe voelde die eerste minuten weer? Ja, heerlijk. Ik bedoel, daar ben je voetballer voor. Natuurlijk, wat ik zeg, hard gerevalideerd, snel teruggekomen. Ja, en dan wil je onderdeel uitmaken van het team. En dat maak je natuurlijk ook wel, maar voor je gevoel een stuk minder als je op de bank zit. Het team doet het hartstikke goed, dus credits naar al die gasten. En voor mij is het dan afwachten op mijn kans. Nou ja, goed, in deze minuutjes moet ik laten zien wat ik kan. En op de trainingen probeer ik dat elke dag te doen. Meer kun je niet doen. Nee, je schetste net al eventjes hoe je periode van de afgelopen tijd uitzag. Hoe was dat mentaal voor je? Ja, mentaal is dat zwaar, omdat... Hij heeft 3 minuten gespeeld en nog 1 minuut voor de camera. Brian er even tussen. Brian Linsen, zet ik dat ding weer even laag voor hem. Voor die tankenbouter. Maar kijk, dat is natuurlijk mentaal zwaar. Zeker op dat moment was het balen. Maar goed, die knop ging snel weer om. Eigenlijk na een avondje treuren ging die gelijk weer om. En dan moet je keihard trainen. Daarna werd ik geopereerd. Daarna ben ik weer heel snel teruggekomen. Eigenlijk was dit mijn eerste echt serieuze blessure in 10 jaar profvoetbal. Dus... Uiteindelijk mag ik niet klagen, alleen op dat moment was het wel zuur. Uiteindelijk ben ik denk ik goed teruggekomen en nu vandaag weer mijn eerste minuten, dus daar ben ik blij mee. Ja, en die eerste minuten, je kwam erin. Wat gaf de trainer op dat moment aan je mee? Ja, het is 10 minuten, we staan 4-0 voor, dus gewoon lekker voetballen en laat zien wat je kan. Nou, dat heb ik geprobeerd in die 10 minuten. Het is natuurlijk lastig, maar uiteindelijk nog een assistje gegeven. Dus daar ben ik blij mee. Ja, en nu is het vooral voor jou een kwestie van vooruitkijken. Hoe zie je de toekomst? Ja, dat zie ik straks allemaal wel. Ik ben nu... We gaan nog tot 22 december, hebben we nog genoeg wedstrijden. Hopen dat ik daar nog minuten in krijg. En gewoon goed trainen. En dan zie ik in de winterstop wel wat er allemaal gaat gebeuren. En daar hou ik me nu nog niet mee bezig.